In april spelen de vierdejaarsleerlingen van het jeugdtheaterhuis in totaal 7 voorstellingen. De jongeren uit Gouda, Alphen aan de Rijn in Leiden, Capella aan de IJssel in Gorkum spelen deze voorstelling 2 keer in een theater in hun eigen leslocatie. De voorstellingen zijn gebaseerd op bestaande toneelteksten. Vandaag nemen we een kijkje bij de repetities van Ik Heb Iets en Miss NL in Alphen aan de Rijn. We zijn nu bij een repetitie van Miss NL. Kom even kijken. Ralf, jij regisseert het stuk Miss NL. En hoe kom jij op deze keuze van dit stuk? Vanuit het thema familie moesten wij eigenlijk een stuk kiezen. En nu heb ik een stuk gekozen, het oorspronkelijke stuk Raspaardjes. En het gaat eigenlijk over de modellenwereld, wat je ook als een familie zou kunnen beschouwen. Ja. En hoe lang zijn jullie mee bezig met deze repetitieperiode? Voor mij zijn we iets van 6 oktober begonnen. Dus dat is ruim een half jaar. Jullie repeteren dan eens in het weekend? Op avond, 3 uurtjes. Ja. En dan hebben we ook nog halverwege het jaar in december een repetitieweekend. We repeteren op zaterdag de hele dag en op zondag de hele dag. En dan doen we zondag aan het eind van de middag. Er zijn 7 vierdejaarsvoorstellingen en die presenteren dan een kort stukje van een kwartier aan elkaar. Kun jij misschien wat vertellen over de voorstelling zelf? De voorstelling gaat over Een misverkiezing van Nederland. En het is een chaos, het loopt helemaal uit de hand. En je zult zien backstage. En het publiek zal niet... Ja, en? Upstage. Gewoon onstage. Ja, onstage. En het publiek is niet alleen het publiek van onze voorstelling, maar ook van de misverkiezing. Hi darlings, kom gewoon kijken 16 en 18 april. Ja, kom kijken naar Miss Nederland. Parktheater Alphen aan de Rijn. 25 april spelen we ook in het jeugdtheaterhuis in Gouda. Kom kijken! Wij gaan nu een kijkje nemen bij de repetitie van Ik Heb Iets. Lara, jij regisseert Ik Heb Iets. Waarom heb je voor Ik Heb Iets gekozen? Nou, ik heb best wel lang gezocht en ik vond het heel erg moeilijk om een goede geschikte tekst. Ik vind dat het en ook echt van hun moet zijn, in de zin dat het thema en waar het over gaat, de inhoud dicht bij hun belevingswereld staat. En dit is een stuk wat echt gaat over jonge mensen. En het hoort ook echt bij mij, omdat het gaat over jonge mensen die toch een soort strijd leveren met de tijd van nu. Wat dan ook weer ik als iets oudere generatie heel erg herken of zo. Dus een soort snelheid waar we in zitten, een soort druk en al die keuzes. En wat ik ook heel erg denk te herkennen bij jullie, wat weet ik ervan. Maar dat denk ik te herkennen. En daar gaat het stuk heel erg over. Energie, zinnen met elkaar roepen. Lekker gek, lekker plastic, over de top. Zet jezelf neer, stevig. Echt. Jullie spelen in. Ik heb iets. En wat heb jij, Kiefer? Ik heb een identiteitscrisis. Ik denk bij de zuster in Engel. Ik heb een koud hart. Ik heb een communicatiestoornis. Ik ben een vriendin van Mila, dus ik heb iets. Ik ben ook een Engel/zuster. Ik heb iets. Kom kijken, zondag 18 april. Vandaag nemen wij een kijkje bij de repetitie van Moeders in het Scheltema Complex in Leiden. Femke, jij regisseert de voorstelling Moeders. De spelers die aan het vierdejaarsproces deelnemen groeien natuurlijk in dit leerproces. En merk je dat zelf ook? Ja, ze zijn zeker gegroeid in het jaar nu. En ze hebben het ook niet makkelijk gehad, want ze hebben allemaal meerdere rollen. Ze moeten ook leren hoe ze verschil kunnen aanbrengen in die verschillende rollen. En ja, ze zijn daar zeker in gegroeid. En ook in het samenspel zijn ze veel gegroeid. En zijn de spelers vrij in hun personage? Je bedoelt hoe ze een personage spelen? Ja. Ja, ik laat ze in dat opzicht redelijk vrij. Ze mogen eerst zelf het onderzoek aangaan. En ik ben degene die dan uiteindelijk bepaalt wat ik goed vind van wat zij aanbieden. En dat gebruiken we dan. Dus de wereld wilde leren begrijpen en verhaaltjes verzonnen. Niet waar. Ga jij dan niet opnieuw? Dan dus. Kan je iets vertellen over de repetities? Nou ja, het is zeg maar het stuk van Paul Pauveur, dus het origineel, is 2,5 uur. Dus het is een heel lang stuk. Dus er moest 2/3 is eruit. Dus dat betekent dat we eerst hebben geselecteerd. Dus welke scènes vinden wij interessant? Dat heb je samen met de spelers gedaan? Ze hebben zelf ook aan kunnen geven wat zij interessant vonden. En ik heb dan wel gekeken dat er bijvoorbeeld uit elke periode een familie kwam. En daarnaast moest ik heel veel bewerken. En zij hebben daarmee geholpen om gewoon te kijken wat werkt niet. Dus... Nee, daar hebben we samen hard aan gewerkt. En ze mochten ook zelf aangeven welke rol ze leuk vonden om te spelen. Jullie spelen in de voorstelling Moeders. En hoe ervaren jullie het vierdejaarsproces en wat leren jullie ervan?
van? Nou, we leren eigenlijk hoe we met elkaar om moeten gaan en het samenwerken. Het is natuurlijk dat we nu een eigen productie moeten maken, dus we hebben veel verantwoordelijkheid. Dus ja, we moeten veel met elkaar leren samenwerken. Waarom zou je het vierde leerjaar echt niet moeten missen? Ja, het is echt gewoon ja, een leuk jaar. Je leert er veel dingen. Je leert ook echt goed met elkaar samenwerken. Ja, ik vind van alle jaren die ik nu heb gehad een van de leukste jaren, omdat je echt je eigen voorstelling maakt. Op 9 en 10 april spelen wij de voorstelling Moeders in het Celtamancomplex in Leiden. Niet alleen in Alphen aan de Rijn en Leiden worden vierdejaarsvoorstellingen gespeeld. Op 16 en 17 april wordt in Gorkum de voorstelling Slangenkeel gespeeld en in Capelle aan de IJssel de voorstelling Blowing. Op 9 en 10 april spelen de voorstellingen Zusters en Dagbroer in het Jeugdtheaterhuis in Gouda. Op zaterdag 24 en zondag 25 april wordt het vierdejaarsfestival Familie & Co. georganiseerd in het Jeugdtheaterhuis in Gouda. Tijdens dit tweedaagse festival worden alle voorstellingen nog maar eenmaal gespeeld in het Jeugdtheaterhuis aan Turfzongel 34 in Gouda. Voor meer informatie ga naar www.jeugdtheaterhuis.nl. Deze productie werd mede mogelijk gemaakt door FJ Producties.